Dames en heren, jongens en meisjes, vaders en moeders, opa's en oma's, iedereen die kijkt, welkom bij onze misverkiezing. Oh, ik bedoel natuurlijk niet echt een echte misverkiezing, hè? Wat doen ze er allemaal? Nou ja, dit geloof ik. All my ladies, all my ladies, wind to the left, wait to the right, drop it down low and take it back. I want world peace. Ik wil graag vrede op aarde voor iedereen. Nee, die misverkiezing bedoel ik helemaal niet. Maar het gaat over ons thema van donderdag, namelijk missen. Iemand of iets heel erg missen. En dat wordt vandaag onze misverkiezing. Zijn jullie klaar voor opdracht 1? Komt-ie. Pak pen en papier en maak een lijstje van 10 dingen die je op dit moment heel erg mist. Zet je ons even op pauze? Zet hem op. Me and my crew, we got the juice. Oh yeah. Oh, sorry, jullie zijn er alweer. Ik was nog heel druk bezig met 10 dingen bedenken. En ook wat je dan het meest mist en wat je dan het minst mist. Ik vind het best wel ingewikkeld. Maar ik vind het ook een goeie voor opdracht 2. Maak een volgorde van het lijstje wat je hebt gemaakt naar wat je het meeste mist naar wat je het minst mist. En als je dat doet, zet ons dan even op pauze. Dan kan ik dat ook even bepalen voor mijn lijstje met dingen die ik mis. Ga je gang! En nu komt het. Opdracht 3. Onze eigen misverkiezing. Kijk even naar je lijstje en naar de nummer 1. Dus hetgene of diegene die je het meeste mist. Aan deze persoon of aan dit ding ga jij nu een brief schrijven. En daarin schrijf je waarom je diegene of datgene zo mist. Wat hem of haar of het zo leuk maakt. En wat het allereerste is wat jullie samen gaan doen als jullie elkaar weer zien. Pak een pen en papier en schrijf. Ik ga het ook even doen, dan zie ik jullie zo. Zijn jullie klaar? Ik wel. Als allerlaatste moet je ervoor zorgen dat je nummer 1 de brief krijgt. Misschien moet je dan wel je brief op de post doen of kun je hem voorlezen. Oh, en als je het leuk vindt kun je natuurlijk ook een foto maken van je brief en die naar ons opsturen. Wij zijn super benieuwd naar alle dingen en mensen die jullie missen en misschien kiezen we zelfs wel een winnaar van onze enige echte misverkiezing. Dat was het alweer. Tot morgen. Oh ja, morgen wordt echt superleuk.